Hallo iedereen, vandaag gaan we de Dainese Full Metal 6 handschoenen van dichterbij bekijken. Blijf dus zeker kijken om te weten te komen wat deze tophandschoenen van Dainese ons te bieden hebben. Dit zijn dus de Full Metal 6 handschoenen en ze staan aan Dainese's top als het gaat om motorhandschoenen. En ze worden gedragen door MotoGP-rijders zoals Valentino Rossi. Dainese heeft ze zodanig ontworpen dat ze je de nodige veiligheid en comfort bieden en al dit heeft een verkoopprijs van ongeveer 360 euro. Vergeet je allereerst zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste motorhelmen en kleding. Abonneren kan je simpel door op de rode abonneerknop te drukken en je kan ook altijd een notificatiebel aantikken om niets te missen. Zoals gewoonlijk beginnen we met het materiaal en als eerste zal ik duidelijk maken dat deze handschoenen niet volledig uit metaal bestaan. Het grootste deel van de handschoenen bestaat uit geitenleer, wat een premium leer is en je een goede slijtvastigheid biedt. Voor de basis van de naden gebruikt de Dainese aramide, wat ook wordt gebruikt in de schaal van premium helmen. Op de gebieden met de meeste impact is carbon en titanium voorzien. Zoals ik al eerder zei, zijn dit hoogwaardige handschoenen, wat we ook wel verwachten bij Dainese. Een van de belangrijkste dingen bij motorhandschoenen is toch wel de bescherming. En als we bovenop de hand kijken, zie je een dubbele laag leer en stiksels die ze erg sterk en comfortabel maken. Aan de gewrichten hebben we carbon, wat je een goede flexibiliteit geeft. En de pink is bedekt met een thermoplastic inzetstuk, wat ervoor zorgt dat je pink niet de verkeerde richting uit kan buigen. Deze grijze platen bovenop de handschoen bestaat uit titanium en rondom hebben we nog wat carbon, wat de handschoen sterk en licht zal maken. En ook op de knokkels is er bescherming voorzien. Als we dan naar de binnenzijde van de hand kijken, kunnen we duidelijk de dubbele laag geitenleer zien. Buiten dat geitenleer kunnen we niet veel extra bescherming toevoegen onderaan, omdat die anders de sterkte van de grip zal verliezen. Om je nog wat extra grip te geven, heeft Dainese gedacht aan een nog wat stroever materiaal bovenop de handpalm. Nu we de veiligheid besproken hebben, kunnen we kijken naar het comfort. Ten eerste is de handschoen aandoen zeer gemakkelijk, met behulp van de klittenband. Als ze eenmaal aan zijn, kun je ze nog aanpassen met dit riempje. Langs de binnenzijde is alles gevormd in de algemene vorm van je hand, dus je hoeft deze niet echt in te dragen. De voering binnenin geeft je ook een zeer fris en comfortabel gevoel. Als ik dan op het carbon druk, kan ik voelen dat het verspreid wordt over mijn volledige hand, wat belangrijk is tijdens een crash. Door de druk verspreiden en een groter gebied te verdelen, zal het minder pijnlijk zijn. Als we kijken naar de Dainese Full Metal 6 handschoenen, valt er dus niet veel te klagen. Ze zijn sterk en comfortabel en voelen goed aan. Met al deze sterke materialen is het vanzelfsprekend dat het geen budgethandschoen is en daarom is deze ook geprijsd als een premium handschoen. En je hebt ze ook in verschillende kleuren. Als deze Full Metal 6 handschoenen iets voor jou zijn, neem dan zeker een kijkje op onze webshop op championhelmets.com voor de laagste prijsgarantie en mooie kortingen in de productbundels. Als je vragen of hulp bij je bestelling nodig hebt, zitten mijn collega's voor je klaar in onze live chat. Dit was het dan voor onze Full Metal 6 handschoenen die dus niet volledig uit metaal bestaan. Dainese heeft ze ontworpen met topmaterialen om je zo veilig mogelijk op de weg te laten gaan. En als je into racen of sport bent of je wilt gewoon het beste van het beste, zijn deze Metal 6 handschoenen de beste keuze. Vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube kanaal voor meer gelijkwaardige video's. Ik ben Joni van Champion Helmets en tot de volgende keer.